Jaap Stam en Andries Ulderink zijn de nieuwe trainers van Jong Ajax. Het duo zette vanmiddag zijn handtekening onder een 2-jarig contract. Altijd een mooi moment als je een contract tekent. En nu weer een ander contract, hè, samen wat je al aangeeft met Andries Ulderink, dat we de beloftes gaan doen. Dus dat is wel een heugelijk moment. Met de aanstelling van Stam en Ulderink krijgt Von Schoenendijk bij de belofte dus niet één, maar twee opvolgers. De nieuwe trainers gaan nauw met elkaar samenwerken. Hoe moeten we dat zien? Is het ook echt een duo-baan? Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk degene die het diploma heeft en eindverantwoordelijk is. Maar op de werkvloer zal dat echt samen zijn. Dus we gaan het samen doen. Hè. Jaap gaat dat ook nog in combinatie doen met zijn cursus. Dus we gaan samen proberen om zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor het eerste elftal. Hoe gaat het er in de praktijk uitzien, denk je, tussen jullie? Hoe wordt de taakverdeling? Ja, nou, dat zien we tegen de tijd wel als we gaan beginnen. We weten allebei wel hoe het in elkaar zit. En we zijn allebei praktijkmensen en we willen allebei graag aan het werk. Dus de rolverdeling, hoe we dat gaan doen, daar zullen we het in de komende dagen, weken nog wel over hebben. Jong Ajax neemt komend seizoen opnieuw deel aan de Jupiler League. Het afgelopen jaar verliep voor de belofte met de nodige ups en downs. Stam en Ulderink weten wat ze te wachten staat. Ik heb zelf ook al de nodige ervaring met dit soort teams en bij clubs. Jaap, idem dito. Dus wat dat er gaat, hopen we daar ons voordeel mee te doen. Afgelopen jaar heel veel spelers gebruikt. Nou, daar heeft de KNVB ook wat ingespeeld. Door de interland weken, zeg maar, geen programma meer te plannen. Dus ik denk dat dat al een hele grote winst is. Daarnaast hebben ze nog wat regeltjes aangepast, waardoor het wat makkelijker is. Om spelers die een korte invalbeurt bij het eerste hebben, gaat ook in te laten zetten. Dus wat dat er gaat, denk ik dat iedereen er wat van geleerd heeft. Maar dat het altijd een wat lastiger team is, dat is natuurlijk hartstikke duidelijk. Hè? Spelers van het eerste die terugkomen. Je vaste groep die natuurlijk ook aan het spelen moet komen. Dus wat dat er gaat, ligt er een mooie uitdaging. Wat kunnen jij en Andries toevoegen aan dit team, denk je? Nou, wij kunnen ervaring eraan toevoegen en... Wat ik net al aangaf, omdat ik zelf in die competitie gespeeld heb, dat wij zelf op een hoog niveau hebben gevoetbald en een hoog niveau hebben getraind. Dus dat soort dingen kunnen we allemaal daarin meenemen. Ik denk dat we de jongens wel kunnen gaan motiveren, dat het ons dat wel gaat lukken. En je moet natuurlijk positief blijven en de jongens blijven steunen in alles. En zij moeten ook weten dat ze ook fouten mogen maken en dat hoort er ook bij. Maar daar moeten ze wel van leren. En we moeten ze ook zover krijgen dat ze zelf ook gaan inzien wat er voor nodig is om naar de top te komen. Zowel Ulderink als Stam was al werkzaam voor Ajax. Ulderink als scout en Stam als defensieve coach en assistent. Voor de voormalig topverdediger moet zijn nieuwe functie uiteindelijk leiden tot het hoofdtrainerschap. Die ambitie is er om hoofdtrainer te worden. En dat heb ik ook al wel eerder aangegeven. Ik ben natuurlijk voordat ik bij Ajax kwam, ben ik bij PEC Zwolle heb ik gewerkt, 3-4 jaar. Daar ben ik ook vast assistent geweest bij een eerste elftal. Dus ik weet ook wel hoe dat een beetje in elkaar zit. Ik heb daar ook de beloftes getraind bij PEC. Maar je wil altijd hoger op. En je wil stappen maken in je eigen ontwikkeling ook. En dan is het denk ik alleen maar goed dat je zelf ook met een groep gaat werken. En zoals vorig jaar, dat je dus bij het eerste bent, bij de beloftes bent. En ook bij de A1 en de A2 bent. Dat is ook allemaal leuk. Maar je mist gewoon werken met een vast team. En nou, daarom kwam deze kans, die kwam voorbij. En is het mooi dat we die gekregen hebben. We'll be right back.